James Bond, met vandaag de toepasselijke naam No Time to Die, is uiteraard een van de grote films waar we hebben zitten op wachten, ook in normale omstandigheden. En dus ja, het uitstellen van die film was geen goed nieuws. Ook geen goed nieuws voor de vele medewerkers die we al lang hebben, die al lang in economische werkloosheid thuis zitten en die er ook naar uitkeken van, bon, dan gaan we eigenlijk terug up and running zijn. Voor Kinepolis en vele bioscopen was het een bittere pil om te slikken toen de James Bond film No Time to Die werd uitgesteld naar april volgend jaar. En intussen is het erger geworden. De bioscopen in België zijn allemaal gesloten in de tweede lockdown. Studioscope, de arthouse bioscoop in Gent, is zelfs al dicht sinds de mondmaskerplicht in juli. De eerste twee dagen van de tweede filmweek in juli dat we open waren, waren dan plus 50% tegenover de vergelijkbare dagen de week ervoor. Dus de woensdag en de donderdag. En dan werd de mondmaskerplicht ingevoerd en dat was echt een crash van 50% naar beneden tegenover de week ervoor. En de week erop was het nog eens 20% naar beneden. En dan hebben we eigenlijk beslist om terug dicht te gaan, omdat de verliezen veel te groot waren. Ook Kinepolis zag een negatief effect van de mondmaskers en het verbod op het verkopen van eten. Het moment dat we nog mochten open blijven hier in België, maar we geen niet meer mochten verkopen, heeft dat onmiddellijk een repercussie gehad op het bezoekersaantal? Wij waren bezig met een superseizoen op het moment dat we zijn moeten dichtgaan. Ja. En dat is natuurlijk, ja, dat is pijnlijk, hè. En dat, ja, dat is met bloedend hart. Ik hoop dat de overheid beseft dat men zeker de onafhankelijke cinema's moet ondersteunen om deze crisis te overleven. Als er geen steun komt van de overheid, en ik bedoel dan echt steun, niet een almoes, dan zullen er hoogstwaarschijnlijk nog wel volgen als dit nog enkele maanden duurt. We zijn gelukkig met een lage schuldgraad en met met veel geld op de rekening aan deze crisis begonnen. En dus wij kunnen het best nog wat uithouden. En voor ons is het meest negatieve scenario alle bioscopen over heel de wereld, in de 9 landen, de 2 continenten waar we zijn gesloten. En dan kunnen we het vanaf nu nog 12 maanden uithouden. Dus dat is eigenlijk de zuurstof die we in onze zuurstoffles hebben. Het slechtste wat dat zou kunnen gebeuren is dat men weer terug te vroeg open doet. Dat we terug moeten opengaan en dat we nadien terug moeten sluiten. Een jojo is op financieel en economisch vlak echt catastrofaal. Mijn pleidooi is, laat ons doorbijten tot we het beestje uitgeroeid hebben en dat we dan kunnen herbeginnen. Want ik denk dat dat is pijnlijk voor de samenleving, is pijnlijk voor vele bedrijven. We worden er collectief niet beter van. Maar ik denk, blijven aanmodderen gaat ons op termijn veel meer kosten. En dan is er dat andere gevaar. Streamingplatformen zoals Netflix, Disney Plus en Apple TV. Zo besloot Disney om de film Mulan op hun platform uit te brengen, dus niet in de bioscoop. My father cannot fight, so I will take his place. Wat we horen daar is dat eigenlijk niet opweegt tegen wat zo'n film op een openingsweekend in de bioscoop wereldwijd zou gemaakt hebben. En dat is meteen ook de reden waarom er eigenlijk films uitgesteld worden. Het water loopt altijd naar de zee en de hoogste contributie in waarde ook voor een studio blijft in de theatrical window. De investeringen in films maken worden voor meer dan 50% gerecupereerd dankzij de inkomsten in de cinemas. Men had dat nooit laten vallen. Ik zeg altijd, mensen hebben thuis een keuken, maar we gaan toch op restaurant. Het is een andere beleving, het is samen iets beleven. Wij merken ook bij de jeugd die toegang heeft tot zoveel content, ook via YouTube en Instagram en weet ik veel. Eigenlijk, content heeft voor hen niet zoveel waarde meer, maar de beleving die we rond creëren wel. Het blijft thuis kijken. Als je wilt naar een film via streaming kijken, blijf je thuis zitten. Cinema is een avondje uit. Hè? Cinema is een virus.